Dit is het vervolg van het verhaal over Judith. En het heet Judith Durft. Judith hoort wat er is besloten. Nog vijf dagen zullen ze proberen het uit te houden. Maar als er dan nog geen oplossing is, zal de stad zich overgeven. Judith is een vrouw alleen. Haar man is al dood. Hij kreeg een zonnesteek toen hij op het land aan het werk was. Judith is nog elke dag verdrietig omdat haar man gestorven is. Ze draagt geen mooie kleren meer. En elke dag bidt ze tot de God van Israël. Ze bidt voor zichzelf, ze bidt voor haar man, ze bidt voor de stad. Iedereen in de stad weet dat Judith een goede en eerlijke vrouw is. Niemand weet iets slechts van haar. Dan maakt Judith een plan, een moedig plan. Ze stuurt haar bediende naar de burgemeester met de vraag of die bij haar wil komen. En als die bij haar binnenkomt, begint Judith eerst ernstig tegen hem te praten. Ik weet wat u afgesproken heeft. Als er binnen vijf dagen geen oplossing komt, dan geeft u de stad over aan de soldaten van Holofernes. Bedoelt u daarmee te zeggen dat God ons in de steek laat als er niet binnen vijf dagen een oplossing is? Bedoelt u dat onze God niet goed voor ons is als Hij onze stad niet redt? Het lijkt wel of u denkt God te kunnen dwingen om te doen wat u wilt. Ook als Holofernes onze stad verovert, laat God ons niet in de steek. We moeten vertrouwen hebben. Wat moest ik anders? zegt de burgemeester tegen Judith. De mensen worden radeloos van de dorst, ze kunnen niet meer. Ik moest hun wel deze belofte doen: dat we na vijf dagen de stad zullen overgeven. Laten we samen bidden, dat God het heel, laat, heel hard laat regenen, zodat onze waterbakken en onze tonnen weer vollopen. Dan kunnen we het vast nog een tijdje volhouden. Ik heb een ander plan, zegt Judith. Vanavond ga ik de poort uit. Doe dat niet, zegt de burgemeester. De soldaten van Holofernes zullen u vastgrijpen en misschien wel doodmaken. Laat mij nou maar gaan, zegt Judith. Voordat de vijfde dag aanbreekt, zul je zien dat God deze stad heeft gered. Dan gaat de burgemeester weer weg. Hij geeft de wachtposten van de poort opdracht om Judith uit de stad te laten gaan. Als het donker is, dan gaat Judith naar haar slaapkamer. Ze kijkt in haar kasten en kiest de mooiste kleren die ze heeft. Ze neemt een bad met lekker ruikende olie. Ze doet haar kleren aan. Ze steekt haar haar mooi op en zoekt de mooiste juwelen die ze heeft: een paar ringen, mooie oorhangers, een gouden broche en een ketting met edelstenen. Die heeft ze niet meer gedragen sinds haar man is gestorven. Maar nu heeft ze er een plan mee. Dan gaat ze op weg naar de stadspoort. De mensen op straat weten niet wat ze zien. Is dat Judith? Wat een mooie vrouw. Ze ziet er helemaal niet meer verdrietig uit. Ze straalt. De poortwachter doet de poort open. En daar gaat Judith samen met haar bediende de stad uit. Ze lopen de berg af. Als ze beneden in het dal zijn, komen soldaten van Holofernes op haar af. Wie bent u? Vragen de soldaten. Wat komt u hier doen? Ik ben van het volk van Israël, zegt Judith. Ik ben weggelopen uit de stad. Breng me alsjeblieft naar Holofernes. Ik kan hem helpen om de stad te veroveren. De soldaten zijn onder de indruk van die mooie vrouw. Holofernes zal haar vast willen zien, denken ze. Daarom brengen ze haar naar zijn tent. Ze moet wel, nog wel even wachten, omdat de generaal een belangrijke vergadering heeft, maar als die afgelopen is, mag ze naar binnen. Iedereen is onder de indruk van haar. Wat een mooie vrouw komt daar binnen. Judith buigt voor Holofernes. Dat hoeft niet, zegt Holofernes. Sta maar op en vertel me waarom u daarmee toegekomen bent. Vertel wat u te vertellen hebt. Ik zorg ervoor dat aan zo'n mooie vrouw niets kwaads overkomt. Morgen gaat het verhaal verder.